Job Helgers, 23 januari 2014, verkiezing jonge ambtenaar van het jaar in de winkel van Sinkon in Utrecht. Waarom organiseren we zo'n verkiezing? Jij bent, jij bent bestuurslid bij Futuur? Uh, ja, klopt. Ik ben uh, secretaris bij Stichting Futuur. En wij als Stichting Futuur organiseren bij deze verkiezing om ook voor het komende jaar, dus voor 2014, weer een, uh, ja, een ontzettend goede ambassadeur uh, te hebben die de publieke taak uh, onder, het, uh, onder de aandacht brengt en de positie van de jonge ambtenaar uh, ook versterkt. En dat ook op een vernieuwende, leuke en vooral creatieve manier kan doen. Wat, wat, voor, wat voor verhaal verwacht je? Wordt het een strijd? Iemand die het podium gaat pakken? Nou, alle kandidaten zijn denk ik ontzettend goed. Uh, Ieder met zijn eigen kwaliteiten. Dus ik verwacht zeker een strijd. En ik verwacht zeker dat het een, een ontzettend mooie avond gaat worden met een, uiteindelijk uh, nou, ontzettend goede winnaar. Ik ga zo'n gesprek met de vier kandidaten om te kijken wat, wat zijn hun drijfveren, wat zijn hun motivaties. Daar gaat straks een, uh, een traject beginnen over wie nou de beste is. Hoe, hoe gaat het in zijn werk? Wie is de voorzitter van de jury? De voorzitter van de jury is Jeroen Kreekamp. Hij is wethouder uh, in de gemeente Utrecht. En samen met vier andere juryleden zullen zij de winnaar gaan beoordelen. Mooi, we gaan het zien. We gaan in gesprek met de kandidaten. Dankjewel.